Huh? Wow! Whoa! What is it? Whoa! Help! Ah! Whoa! Ah! Huh? Waar ben ik? Welkom, Seth. Je bent in het internet van 2021. In het .sorry top-level domein, om precies te zijn. Wat doe ik hier? Ik zag dat je details zocht over de sorry-melding. Je bent op de goede plek. Huh? Sorry? Op deze plek worden sorry-websites gemaakt. Hier gaan internetbedrijven het gesprek aan met hun gebruikers over hun verdienmodellen en datapraktijken. Sommige sorry-websites zien eruit als een groot excuusprikbord. Sommige worden gebruikt als een virtuele plek voor een gesprek tussen bedrijven en gebruikers. Maar er zijn ook sorry-websites die dienen als schandpaal voor techbazen die te vaak sorry zeggen voor hun misstanden, maar daarna gewoon verder gingen met hun verkeerde praktijken. Wauw, fantastisch. Ik ben toch top. Een top-level domein, zei je? Ja, precies. Er bestaat al Facebook.sorry en Google.sorry en Grapperhaus.sorry. Oh, .sorry is net zo is als .com. Ieder bedrijf dat een .sorry-variant van zijn website heeft, laat zien dat hij gehecht is aan belangrijke waarden in de wereld. Zoals privacy en digitale soevereiniteit. Gaaf! Hoe is deze plek er dan gekomen? Het internet dat jij kent was veelbelovend en democratisch, maar al snel veranderde dat door data-hongerige bedrijven. Zij wilden steeds meer en hierdoor is er veel misgegaan. En al jaren zijn we overspoeld door de rituele excuses, maar er veranderde nooit echt iets. En de bedrijven opereren ook nog eens in een juridisch vacuüm. We konden niet nog 10 jaar gaan zitten aankijken hoe het misging. We moesten iets doen. We zijn naar de mensen die de domeinen op internet beheren gestapt om een .sorry top-level domein aan te vragen. We hebben aan heel veel mensen gevraagd hoe .sorry sites ingericht moeten worden. Zo vroegen we aandacht voor een beter gesprek over wat er fout gaat op het internet. En wat is er voor nodig om weer samen vooruit te kijken en te bouwen aan een beter internet? Iedereen, van vroege internetpioniers tot wetenschappers, bouwvakkers, leraren, vaders, moeders en jonge internetgebruikers kunnen .sorry websites aanvragen. Kan ik ook een domein aanvragen? Ja, tuurlijk! Zet! Ho! Stop! Wat doe je nou? Dit kan de computer niet aan. Stop! Huh?